وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، beste kijkers, beste broeders en zusters, wij heten jullie weer van harte welkom bij Wadhakkir en vermanen. En we gaan elkaar inshallah ta'ala vermanen met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala om weer dichter bij hem te komen, om te weten hoe wij hem aanbidden en om ons in dit wereldse leven te doen redden. Ons onderwerp is: hoe bescherm ik mijzelf tegen de shaitaan onder de djinn en de ins? Ja, beste broers en zusters, je hebt namelijk shayateen onder de mensen en shayateen onder de djinn. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons alle te beschermen tegen hun, zowel de influistering van de shayateen, el djinn, als de daden van de shayateen, el ins. Ik zal eerst inshallah ta'ala het woordje shaitan uitleggen. Ibn Jarir al-Tabari heeft gezegd, hij zei: in de taal van de Arabieren betekent shaitaan elke opstandeling onder de djinn of de mensen of dieren of andere schepselen. Hij zei: zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran gezegd: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوُ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. De vertaling: en zo hebben wij voor iedere profeet vijanden aangesteld, shayateen van onder de mensen en de djinn. Hij wil hiermee zeggen, en het bewijs daarover zit hem in de Koran, dat je namelijk shayateen al-ins hebt en shayateen al-djinn. En er is namelijk overgeleverd over Umar radiyallahu anhu dat hij op een dag op een rijdier stapte en hij wou dus het rijdier berijden, maar het wou maar niet doen wat hij wou en het schommelde zich alle kanten op. En ze was heel erg opstandig. En hij sloeg haar een paar keer zodat ze een beetje getemd kan worden, maar het wou maar niet luisteren. Totdat hij op een gegeven moment van het rijdier afstapte en hij zei: jullie hebben mij doen plaatsnemen op één shaitaan. Hij zei: jullie hebben mij doen plaatsnemen op één shaitaan, want zij was namelijk opstandig. Hij zei: vanaf het moment dat ik erop ben gaan zitten, heb ik mijzelf niet meer herkend totdat ik er weer afgestapt ben. Dit zijn allemaal bewijzen uit de Koran en uit de Sunna, dat namelijk shayateen kunnen zowel onder de djinn zijn als onder de mensen, als onder de dieren. En ons onderwerp is: hoe beschermen wij ons tegen hun? En wij moeten eerst weten dat namelijk de vervloekte duivel, de shaitaan en zijn helpers, zij hebben het gemunt op Adam alayhi salam en zijn nakomelingen. Ze hebben gezworen om hun, dus aan ons, dus vanaf Adam alayhi salam aan ons, om te bestrijden totdat wij ongelovig worden. En wallahi, alles wat zij ook doen met hun trucjes, met hun manieren, mensen ziek maken, zelfs de sihr die vandaag de dag plaatsvindt, het is de bedoeling om mensen ongelovig te maken. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in de Koran: inna shaytana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Hij zegt: voorwaar, de shaitaan is voor jullie een vijand. Beschouwt hem daarom als een vijand. Voorwaar, hij roept zijn volgeling op om de bewoners van het laaiende vuur, het helle vuur, te worden. Dat is zijn doel.
Zijn doel is om ons te doen dwalen, zodat wij naar het helvuur gaan. Wal-iyadu billah. Moge Allah subhanahu wa ta'ala de moslims beschermen. Want hij is immers iemand die vervloekt is. En omdat hij vervloekt is, heeft hij namelijk de kinderen van Adam de oorlog verklaard. En zelfs is ook zo dat wanneer hij net geboren is, komt hij in aanmerking met hem, omdat hij namelijk een verdrag heeft getekend om de kinderen van Adam te doen misleiden. En zo heeft Abu Huraira radiyallahu anhu gezegd, dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam gezegd heeft. Hij zei, er is geen pasgeborene van het nageslacht van Adam of Shaitaan komt in aanmerking met dit kind. Hij zei, een baby huilt vanwege deze aanraking, behalve Maryam en haar kind. Dat is Isa alayhi salam. En toen zei Abu Huraira radiyallahu anhu, als jullie het willen, reciteer dan de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. En dit zijn eigenlijk de woorden van Imran, of afwan, de vrouw van Imran. Zij zei, en dit zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, dus dat de vrouw van Imran zegt, en ik zoek toevlucht bij u voor haar en haar nageslachten tegen de verworpene shaitaan. Dus de duivel heeft namelijk de oorlog verklaard met elke kind van Adam. En subhanallah, zelfs wanneer hij net geboren is, wil hij hem al doen misleiden. En zo heeft namelijk ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, elke kind, of hij is namelijk op de natuurlijke aanleg geschapen, of het zijn de shayatin die hem dan doen misleiden. Of het zijn de shayatin die hem dan doen misleiden. Maar wij zien hier nu de woorden van de vrouw van Imran. Zij was een vrouw die eigenlijk een jongen wenste. En haar bedoeling was dat wanneer zij een jongen zou krijgen, dan zou hij hem in dienst stellen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die de mensen uitnodigt naar la ilaha illallah. Die anderen het goede onderwijst en hun waarschuwt tegen het slechte. Maar Allah subhanahu wa ta'ala had andere plannen. Die beter waren dan wat zij in gedachten had. Want zij was zwanger geworden van Miriam alayha salam. De moeder van Isa. Toen zij het kind kreeg, zij was niet diegene waar wij vandaag de dag vaak over horen. Toen zij te horen kreeg dat zij een meisje zou krijgen, was zij wanhopig. Nee, zij wist wie haar vijand was. Want haar vijand was de duivel. En daarom deed zij dua bij Allah subhanahu wa ta'ala. Door te zeggen, wa inni u'iduha Maryam. Ik zoek toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus voor Maryam. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. En ik zoek toevlucht bij u voor haar. Maar zij was niet gebleven bij alleen Maryam. Maar zij deed zelfs ook nog eens dua voor haar nakomelingen. Dat was haar zorg. Beste broers en zusters. Van zij en haar nageslacht. Tegen de verworpene shaitaan. Dus zij wist wie haar vijand was. En ze had hem ook als vijand genomen. En dat is ook wat wij moeten doen, beste broeders en zusters. En nu is de vraag, hoe beschermen wij ons tegen de shaitaan onder de mensen en de djinn? Daar is dergelijk wel een verschil. Tegen de shaitaan zeggen wij, wanneer hij ons influistert of hij wil ons aanzetten tot harame zaken, dan zeggen wij, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ik zoek toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze verworpene shaitaan. Tegen deze miserige wezen. Maar wanneer wij te maken hebben met mensen, dan moeten wij ons anders opstellen. Al zeggen wij, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Het kan misschien zo zijn dat namelijk zijn influistering misschien minder worden. Of jouw influisteringen minder worden. Maar wanneer hij opstandig is,
Dan moet je je eigen toch anders gaan gedragen. Dus we gaan nu drie versen uit de Koran reciteren en vertalen. En daarna zullen we inshallah de woorden van de geleerden die deze versen hebben uitgelegd. Allah subhanahu wa ta'ala begint door te zeggen: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Subhanallah, hier ziet hem hoe wij moeten omgaan met de shayateen al-ins, de shaitaan onder de mensen. Maar hij zegt ook tegelijkertijd hoe wij ook ons moeten gedragen wanneer de duivel iets in ons influistert. Hij gaat verder en hij zegt: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. De vertaling: aanvaard de verontschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af van de onwetenden. Dat is ten opzichte van de mensen die eigenlijk opstandig zijn. Hij zegt: aanvaard de verontschuldiging. Mocht hij iets hebben gedaan en hij biedt zijn excuus aan, heb een goede gedrag met hem. Aanvaard dat. En hij zegt: en roep op tot het behoorlijke. Zeg het goede. Roep op tot het goede. Help hem naar het goede. En help de duivel niet tegen hem. En hij zegt: en wend je af van de onwetende. Wanneer zo'n persoon nog steeds opstandig is en in onwetendheid blijft, wend je dan van hem af. Dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk ook: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشِيُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. En wanneer en de dienaren van de barmhartige, wanneer de onwetenden hun aanspreken, dus hij schelde dus deze dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala uit of iets dergelijks, dan zeggen zij: vrede. Wat houdt hier vrede in? Dan zeggen zij mooie woorden. Dan zeggen zij goede woorden die gepast zijn op dat moment. Om geen oneindigheid te krijgen. Om de mens te helpen. En hem te beschermen tegen zichzelf. Want hij bevindt zich in een situatie dat de duivel hem in zijn macht heeft. Allah subhanahu wa ta'ala gaat verder. En hij zegt in deze vers: en wanneer een influistering van de shaitaan jou ingefluisterd wordt, zoek dan jouw toevlucht bij Allah. Dus wanneer jou een influistering wordt ingefluisterd, zoek dan de toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala door wat door te zeggen: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Van voorwaar, weet zeker, Allah subhanahu wa ta'ala is alhorend, alwetend. Wanneer jij Allah subhanahu wa ta'ala aanroept, hij zal jouw dua doen verhoren. Daarom zegt hij dus: voorwaar, hij is alhorend, alwetend. Hij is op de hoogte van wat er gaande is. De tweede vers. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Oftewel: weer het slechte af met het beste. Dus wanneer iemand het slechte met jou voor heeft, wij bestrijden niet het slechte met het slechte, beste broers en zusters. Nee, wij bestrijden het slechte met het beste, zoals Allah subhanahu wa ta'ala. Weer het slechte af met het beste. Wij weten het beste wat zij toeschrijven. En zeg: mijn Heer. En de eerste was weer wat? Hoe jij jezelf kan beschermen tegen de duivels onder de mensen. En de tweede is hoe jij jezelf kan beschermen tegen de duivel onder de djinn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dus in de vertaling: en zeg: mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot u tegen de influistering van de shaitaan. En ik zoek mijn toevlucht tot u, mijn Heer, zodat zij niet bij mij komen en mij gaan beïnvloeden en mij misleiden en mij doen dwalen. Derde vers. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Vertaling: en het goede en het kwade zijn niet gelijk. Beantwoord: dit is weer jegens de shayatin al-ins. Beantwoord het kwade met wat beter is. En wallahi, het moet niet zo zijn wat sommigen zeggen: wat hij heeft mij pijn gedaan, ik moet hem ook pijn doen. Van wallahi, je maakt het erger. Nee, beste broers en zusters. Wij bestrijden het slechte met het goede. En het goede zal zegenveren. Ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil. De waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. De waarheid, die zal de valsheid ten onder gaan. En niet dat wij namelijk het kwade moeten bestrijden. Want het kwade komt van de duivel. En ik reciteerde net bij het begin woorden die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft geleerd. Toen ik was begonnen, ik zocht toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen het slechte dat in de mens zit. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. En ik zoek toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen datgene wat slecht is dat in de mens zit. Datgene wat onder de mensen, wat zeg maar hun aanzet tot het slechte. En de geleden hebben daarop gezegd namelijk dat het slechte bevindt zich bij de duivel of bij de mensen. En daarom moeten wij vaak ook toevlucht zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala onszelf. En daarom moeten wij ons richten naar Allah subhanahu wa ta'ala dat wanneer wij te maken hebben met iets slechts, dat we dat bestrijden met het goede. Want je kan nooit het slechte bestrijden met het slechte. We hebben hier bewijzen uit de Koran. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, beantwoord het kwade met wat beter is. En luister op deze woorden, subhanallah. Dan zal diegene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden. Maar dit wordt slechts gegeven aan diegenen die geduldig zijn. En dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldige geluk. Wallahi, deze zijn gewoon mooie woorden. Maar hier moeten wij allemaal ons aan voldoen. Wallahi, op dat moment wanneer een vriend van jou of een kennis van jou of gewoon zomaar een persoon van buiten zich vijandig opstelt, wanneer jij een goed gedrag met hem hebt, zal dat eigenlijk hem aanzetten dat hij een goede omgang met jou gaat hebben. En zo bestrijden wij namelijk de duivels, de shayateen, zowel onder de djinn als de mens. En Allah subhanahu wa ta'ala gaat verder. Want de eerste was weer wat? Toevlucht zoeken dus bij Allah subhanahu wa ta'ala. Op deze manier. Dat jij geen vijandigheid hebt met de mensen. Onder de shayatin al-ins. En hij zegt daarna weer. En wanneer een verzoeking van de shaitaan jou treft. Zoek dan jouw toevlucht bij Allah. Voorwaar hij is de alhorende. De alwetende. En die is weer. Om te zeggen. A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim. En subhanallah, de geleerden hebben ook gezegd, alhamdulillah, dat Allah subhanahu wa ta'ala de shayateen al jin slechts het wapen heeft gegeven van het influisteren. Meer kan hij niet doen. Want hij fluistert jou in, maar jij ziet het niet. Maar de shayateen al ins, zij kunnen jou dingen influisteren, terwijl jij hun ziet. Terwijl zij jou kunnen aanzetten tot het slechte. En dat zal ik zo meteen ook noemen. Dat is ook surat Qul A'udhu bi Rabbin Nas. En dat is ook een manier om toevlucht te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze soort zaken. Al-Hafidh ibn Kathir, rahmatullahi alayh, heeft gezegd. Hij zei, dit zijn dus drie versen van wat betreft de gezamenlijke betekenis die ze bevatten. Deze drie versen die wij hebben genoemd, die zijn allemaal op dezelfde manier. Eerst draagt Allah subhanahu wa ta'ala ons op hoe wij met de mensen moeten omgaan die eigenlijk opstandig zijn, die eigenlijk shayateen zijn.
En daarna draagt Allah subhanahu wa ta'ala ons op om toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala te zoeken wanneer de shaitaan ons iets influistert. En dat zijn de woorden van Al-Hafid ibn Kathir. Hij zegt, in deze verse beveelt Allah ons aan om een overeenkomst te sluiten met de vijand. Dus als het gaat eigenlijk om de mensen. Hij zegt om goed te zijn ten opzichte van hem. Dus als het gaat om de mens die opstandig is, die eigenlijk shaitaan erin is, dan horen wij eigenlijk een goede omgang met hem te hebben. Hij zegt, opdat zijn aard die van natuur goed is. En zoals ik net heb gezegd, het profeet heeft gezegd, eigenlijk wij zijn allemaal op de natuurlijke aanleg geschapen. Hij zegt dus, wanneer jij een goede omgang met hem hebt, dan zet het hem aan om datgene wat goed in hem is naar boven te komen. En dan wordt hij dus eigenlijk zoals het ware een goede vriend van jou. Hij zegt, wanneer je dat hebt gedaan, dan zal dat hem weer terugbrengen tot vriendschap. En het verwijderen van wroekgevoelens die hij in zijn hart heeft. Dus wanneer wij ons zo op deze manier opstellen, jegens deze mensen, wanneer zij dus eigenlijk zich vijandig opstellen jegens ons, en je hebt een goede omgang met hun. Jij gedraagt je goed ten opzichte van hun. Jij hebt gewoon een glimlach. Jij geeft hun mooie woorden. Jij nodigt hun uit naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zie je op dat moment dat zo'n persoon meestal verandert. Maar wanneer jij jezelf weer gaat opstellen vijandig, of je stelt je eigen vijandig op jegens hem, dan zal dat alleen maar erger worden. En dan zegt hij dus Ibn Kathir, anderzijds beveelt Allah ons om in alle gevallen bescherming te zoeken bij hem tegen de vijand van onder de shaitaan het jinn. In elke geval moeten wij toevlucht zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen de influistering van de duivel. Hij zegt, want shaitaan aanvaardt geen alternatieve oplossing of goed gedrag ten opzichte van hem. Dus wanneer jij bij je eigen hebt, ik ga een goede omgang hebben met de shayatin en jinn, wallahi, het zal jou alleen maar doen dwalen. En de enige oplossing is door te zeggen, a'udhu billahi min shaitanir rajim. En dat is in tegendeel van shaitan al-ins. Shaitan al-ins moet je wel een goede omgang met hun hebben. Hij zegt namelijk van de shaitan, zijn doel was dus Adam te doen dwalen. Als gevolg van de grote vijandigheid tussen hem, dus de shaitan en Adam, dus de vader van de mensen. Hij zegt vanaf het eerste begin heeft namelijk de duivel wat het kind van Adam de oorlog verklaart. En dat zal zo zijn tot Yom al-Qiyamah. En daarom de enige oplossing voor ons is toevlucht zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze miserige vervloekte duivel. En dat kunnen wij middels allerlei ad'iyya. Wanneer wij de Koran gaan reciteren, dan zeggen wij a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wanneer dus op een gegeven moment de influistering tot mij komen, dan zeg ik a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Of jij zoekt, zeg maar, toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala middels andere du'a. Zoals bij het slapen gaan, zoals bij het wakker worden, zoals namelijk het huis binnentreden, zoals noem maar op enzovoorts. Kan jij toevlucht zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij was als een barmhartige voor de mensheid gestuurd. Waarom? Om deze zaak. Zodat die liefde onder de mensen gaat ontstaan. Zodat wanneer hij hun uitnodigt naar de islam, dat zij snel gehoor gaan geven. En daarom nogmaals, jegens de mensen moeten wij een goed gedrag hebben. Want dat zet ons namelijk aan tot vriendschap en niet tot vijandig. Van vijandigheid komt van de duivel. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk wat betreft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die als barmhartige voor de wereld was gestuurd. Hij zegt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. En wij hebben jou, o Mohammed, slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden. En zo moeten wij ons ook opstellen. Op deze manier kunnen wij eigenlijk de strijd aangaan onder de shayateen al-ins. En onder de shayateen al-jin door toevlucht te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook verzen in de Koran geopenbaard. Slechts voor ons. Zodat wij middels die verzen
ook toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala zoeken tegen allerlei slechtheden en tegen het slechtheid van ons en tegen het slechtheid van de duivel onder de mensen en de djinn. En dat is ook terug te vinden in de surat An-Nas. En daarvoor ook Qul a'udhu bi rabbil falaq, surat die daarvoor is. Deze twee kan jij namelijk reciteren. Deze zijn slechts voor ons geopenbaard, zoals vele geleerden hebben gezegd, om toevlucht middels deze te verrichten bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, in de naam van Allah, de Eerbarme, de meest barmhartige, zeg, deze woorden zijn gericht naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen, de koning van de mensen, de God van de mensen, tegen het kwade van de wegsluipende influisteraar. Diegene die in de harten van de mensen influistert, van de djinn en de mensen. Dus onder de djinn en de mensen. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons aan alle moslims te beschermen tegen deze vervloekte wezen. En dat hij ons aan onze kinderen en onze nakomelingen niet doet misleiden. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om alle moslims insha'Allah ta'ala te beschermen. Ik zal het hierbij laten. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van mij en van jullie te accepteren. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Volg ons elke dag وذكر vanaf 7 uur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته